Jelle van Os bedacht de plantenpyramide. Hij staat in Bokstel op het Stationsplein. Omroep Dommeland Nieuwsflits. We staan hier op het Stationsplein in Bokstel voor een bouwwerk met een heleboel plantjes. Jelle, kan jij mij vertellen wat dit is? Dit is de allereerste autonome plantenpyramide van Uniflower. En met deze plantenpyramide willen we mensen bereiken op verschillende duurzaamheidsthema's om zelf iets bij te gaan dragen. En die duurzaamheidsthema's, welke zijn dat? Dat is schone lucht, hittestress, biodiversiteit en watergebruik. En wat draagt deze piramide daaraan bij? Hoe zie je dat? Deze piramide dient meer als middel voor de campagne. Dus het moet een impact geven op mensen, een wauwgevoel, omdat zo het blijft hangen. En die impact is mensen stimuleren om zelf wat te ondernemen? Mensen stimuleren om zelf wat te ondernemen, inderdaad. Het gaat om kleine toepassingen, bijvoorbeeld in eigen tuin, wat dan een groot effect kan hebben op deze thema's. En die kleine toepassingen, noem er eens een paar. Bijvoorbeeld meer planten in de tuin. Dat is goed voor biodiversiteit, het helpt tegen hittestress. Maar ook als je over het waterthema praat, het afkoppelen van de water van de regenpijp. Hittestress, dat vind ik zo'n mooi woord. Vertel, wat mag ik me daar nog bij voorstellen? We krijgen in de toekomst veel meer te maken met extreme weersomstandigheden, heel veel hitte. En hoe we nu omgaan met de openbare ruimte, dat helpt gewoon niet bij. Dat helpt alleen maar meer bij hitte. En door het water in de tuin te laten lopen, meer planten te planten, heb je meer verdamping. En uiteindelijk gaat de omgevingstemperatuur gaat omlaag. En dat helpt weer tegen hittestress. Dat kunnen we zelfs in onze achtertuin bewerkstelligen? Dat kunnen we zelf in de achtertuin bewerkstelligen, ja. Een kleine inpassing heeft dan een groot effect. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een boom, hoeft geen grote boom te zijn. Het kan ook een kleine boom zijn. Meer planten, dat zorgt dan voor de verdamping en dat brengt de temperatuur omlaag. Dus het zijn kleine toepassingen wat een heel groot effect kan hebben. En deze piramide moet daarbij helpen? Ja, inderdaad. Het is, je kan als je een campagne doet ook alleen flyers uitdelen. Blijft toch minder hangen bij de mensen. Dus met deze piramide proberen we het wauwgevoel te benadrukken. En het is ook een middel voor de gemeente om te laten zien op welke thema's zij zitten. En waar zij de moeite voor willen doen. Want deze staat nu hier in de gemeente Bokstel. Is het de bedoeling dat je op meer plaatsen in het land een piramide plaatst? Ja, uiteindelijk is mijn droom om heel Nederland door te gaan. Maar je moet ergens beginnen. Dus ik ben heel blij met de gemeente Bokstel dat hij hier mag staan. En de bedoeling is dat hij eerst Brabant en dan heel Nederland. Kan je uitleggen wat we hier zien? Dit is de plantenpyramide. Wij willen ook als bedrijf benadrukken dat het om duurzaamheid gaat. En vandaar dat we een zonnepaneel bovenop hebben gelegd. Die zorgt voor de groene energie. Die laat de accu op en de accu zorgt dat de waterpomp aangaat. Er zit een heel groot waterreservoir in, zodat ook wij bezig zijn met water en niet elke dag de planten water hoeven te geven. Want dat is gewoon zonde. Dus uiteindelijk is ook de plantenpyramide een circulair object.